Hallo allemaal, welkom bij de yogales. Zoek een mooi plekje in huis waar je kan bewegen. Leg je matje neer en doe met me mee. We beginnen met de warming-up. Zet je voeten ver uit elkaar. Draai de tenen naar buiten. Buig je knieën diep door. Duw ze naar achter, bekken naar voor. Pak een bal vast en neem mee naar de rechterkant. Dan gaan we rustig naar de linkerkant. Wissel terug. Probeer met je ogen je handen te volgen. Kom terug naar het midden. Rol je schouders naar achter. Diep naar beneden. Rol omhoog. Strek je benen. Rol je schouders. Buig de knieën diep door. Rol op. In. Pak je handen vast. Kom terug diep in je benen. Gaan we met boven liggen naar de rechterkant. Wissel om, linker. Terug naar rechts. Nogmaals links. Terug naar de rechter. Midden. Pak je bal weer vast en kom naar links. Wissel op, rechterkant. Weer rustig en geleidelijk te bewegen. Ook steeds in je knie buigen. Andere been doorstrekken. Schouders rollen, diep naar beneden, rol omhoog, schouders, buik diep door in de knieën, rol omhoog, adem in door je neus, adem uit en verdiep in je benen, linkerkant, buig naar de rechter. Nogmaals, blijf goed diep in je benen. Terug naar de linkerkant. Midden. En open je armen. Schouders. Verdiep in de benen. Omhoog. Schouders. Diep doorbuigen. Adem weer in. Pak je handen vast. Diep in je benen. Dan gaan we weer rechterkant. Wissel, linker. Rechterkant. Terug in het midden. We gaan de armen pakken. Draai ze rechts naar beneden. Nogmaals, tot boven. Aan de linkerkant draaien. Laat ze beneden. Ga terug naar je schouders. Diep. Adem op. Draai je tenen naar binnen, sluit je benen en we gaan door naar de zonnegroet. Ga rechtop staan, trek je navel in, kantel je bekken, open je schouders lang in de hals. We beginnen met een inademing, armen op, lift je kin, adem uit, diep naar beneden, laat je hoofd hangen, kin naar je borst, buig de knieën, zet je handen aan de grond. Stap met je rechterbeen naar achter. Maak een diepe lounge. En let op de voorste knie, dat die boven je enkel is. Stap met je andere voet naar achter. Maak een down dog. Hakken de grond in. Kom naar voren. Maak een hoge plank. Terug weer naar je down dog.
plank, navel intrekken. Eventueel je knieën aan de grond zetten. We gaan door de armen heen naar beneden. Leg je buik neer. Strek je voeten en je armen zijn naast je. Adem je bovenlichaam op. Terug weer naar beneden. Tenen in de grond. Duw uit naar je down dog. Pak je rechtervoet. Grote stap naar voren. Diepe lounge. Let weer op de knie boven je enkel. Achterste hak draaien we naar de grond. En je voorste been strek je door. Adem dan in door je neus. Adem uit en breng je kin naar je borst. En probeer dieper naar beneden te komen met je bovenlichaam. Dan gaan we terug. Buig je voorste knie. Draai de achterste hak weer terug op. Verdiep met je bekken naar beneden. Stappen we terug naar achter naar je down dog. Loop met je handen naar je voeten. En rol omhoog. Gaan we terug naar beneden bij het begin. Adem je lip in. En adem uit diep naar beneden. Buig de knieën, handen aan de grond. Linkervoet ver naar achter, diepe lounge. Met op de knie, boven je enkel. Stap terug voor je down dog. Voeten heupbreedte uit elkaar. En kom naar voren, hoge plank. Terug naar je down dog. Daarvoor, hoge plank. Je kunt ervoor kiezen om je knieën nu aan de grond te zetten. Ga met je buik naar beneden. Leg je armen naast je. En adem op voor de cobra. We gaan terug met de neus, tenen in de grond. Down dog. Linkervoet, grote stap naar voren. Diepe lounge maken, heupen naar beneden. Draai je achterste hakken neer. En strik je voorste been door. Zet je handen naast je voet. Adem in door je neus. En bij het uitademen kin naar je borst. Buig je voorste knie. Draai de hak weer terug omhoog. Stap terug naar achter voor je down dog. Duw de hakken de grond in. Buig je knieën, breng ze naar de grond toe. En we komen hoog op de knieën. Dan gaan we door met een oefening voor kracht voor je beenspieren. Begin dadelijk weer met je rechterbeen. Zet die naar voren. Denk aan de knie boven de enkel. Zet de handen aan de binnenkant van de voet. En je achterste teen in de grond en strek het been. Buigen we de knie tot net boven de grond. En we strekken hem weer door. Buigen. En weer strekken. Buigen. En strekken. Buigen. En strekken. Nou, hou het hier. We gaan de handen op het bovenbeen zetten. Strek de armen langs je oren omhoog. Kom in een schuine lijn naar voren met het bovenlichaam. Plaats je handen terug naast de voet. Knie naar de grond. En we zetten de knieën bij elkaar. Kom rustig omhoog. Wissel om. Handen weer naast de voet. Tenen achter de grond. Strek het been. Rustig naar beneden. En weer doorstrekken. Probeer de knie steeds boven de grond te houden. Te zetten. We houden hem hier weer. Breng eerst je hand op je bovenbeen. Strek ze dan langs je oren uit. Breng daar een schuine lijn. Breng je de handen weer terug naast de voet. Zet je knie aan de grond en plaats je andere erbij. We zetten de beide voeten, de tenen in de grond.
benen strekken uit naar een plank. Probeer je heupen in lijn te krijgen van je schouders. En dan gaan we weer met beide knieën boven de grond. En weer doorstrekken. Boven de grond. En doorstrekken. Boven de grond. En doorstrekken. Boven de grond. En weer doorstrekken. Mag je de knieën aan de grond zetten. Kom hoog op. Schouders boven je heupen. Pak je handen voor vast. Hou je schouders laag en je hals lang. Dan gaan we naar achter. Duw het bekken naar voor. En kom terug omhoog. Nogmaals. Naar achter. En terug weer op. Naar achter. En terug weer op. Naar achter. En terug weer op. Mag je handen naar de grond zetten. Zet je tenen in de grond. Duw uit naar je down dog. Kom met je handen naar je voeten. En we rollen rustig omhoog. En we gaan staand verder. We gaan nog een oefening voor de beenspieren doen. Benenoefening staat. We zetten de voeten mooi bij elkaar. Recht naar voor. Buig je knieën. We gaan naar een instant pose. Je billen gaan naar achter. Je armen naar voor. Rijk met je vingers naar het plafond en kijk naar de vloer. Open je armen naar zij. Rijk met je vingers ver weg. Maak je rug breed. Breng je armen langs je lichaam. Rijk met de vingers weer naar achter. Gaan we de rechterhak liften. Op en terug. Linkerkant. Op en terug. Rechterkant. Op en terug. Linkerkant. Op. Stap naar rechts. Kleine stap. Blijf met je benen bogen. Stap en bij. Stap en bij. Stap en bij. Linkerkant. Bij. Stap en bij. Stap en bij. Stap en bij. Verdiep in je houding. Dieper in je knieën. Rijk met je vingers naar het plafond. Strek op. Rechterbeen. Stap ver uit. Tenen kijken opzij. Warrior positie. Rijk met je vingers ver weg. Trek je navel in. We gaan op met de armen. Buig achter. En kom terug. Rechterhak. Lift. Op. En terug. Op. En terug. Lift op. En terug. Lift op en hou hem vast. We nemen hem weer mee omhoog. Kom terug in je warrior. Zetten we de hak neer. We strekken het rechterbeen. En we duiken diep naar beneden. Hand op je scheenbeen of op je wreef. Neus naar voor. En probeer één lijn van je armen te maken. Mag je de knie van rechts weer buigen? Zet je hand voor je voet. En probeer met je bekken verder naar beneden te komen. Nou blijven we daar. We komen terug in de warrior positie. Strek het been. En sluit weer bij. Terug naar je intense pose. Buig de knieën. Rijk ver weg. Open je armen. Let op de knieën. Uit elkaar over de tenen. Armen langs je lichaam. Neem de armen mee naar voren. En dan houden we ze vast. Dan gaan we naar de linkerhak. Op en terug. Rechts. Terug. De linker. Terug. De rechter. Terug.
terug. We stappen links. Kleine stapjes bij. Stappen en bij. Stappen en bij. Blijf lekker diep in je benen zitten. Rechterkant. Stap en bij. Stap en bij. Stap en bij. Verdiep nog een beetje naar beneden. Strek op. En je linkerbeen zet je opzij. Tenen wijzen naar zij. Roer je positie. Navel in. En neem je arm mee omhoog. Kijk naar boven. Lang in de hals. Kom terug. En naar de linkerhak. Lift. Op. En terug. Op. En terug. Op. En terug. Op en hou hem daar. Dan gaan we weer helemaal door naar achter. Kom terug. Strek je been. Verdiep naar beneden. Op de scheenbeen of de wreef. Hou hem even vast. Laat je spieren aan de houding winnen. En dan mag je de knie van links weer buigen. Zet je hand voor de voet. En neem het bekken mee naar beneden. Zo diep als je kunt. En daar blijven we als we opkomen. En terug weer bij plaats. Twee voeten bij elkaar. Intens poos. Buig de knie. Ruik ver weg met je handen. We houden hem even hier vast. Door met de balansoefening. Kom weer staan op beide benen. Rechtop. Pakken we de rechterknie op. Neem je armen mee omhoog. En je armen gekruist voor je borst. Probeer de heup op één lijn te houden. Kijk ver weg. Naar één punt. Ga de armen openen. Kom naar voor. Been gaat naar achter. En terug weer op. Doe nog een keer. Diep naar voor. Terug weer op. Nog één keer. En dan blijven we hier. Dan mag je been achterdoor strikken. Je armen langs je lichaam brengen. Kijk naar de grond. Neem de armen mee. Langs je oren. Ver weg. Brengen we de handen naar de grond. Kin naar je borst. Been in de lucht. Strek hem door. Dan mag je het rechterbeen buigen. Om je de knie naar het plafond te halen. En breng je voeten bij elkaar. Omhoog. Pakken de linkerkant. Knie op. Draai je met je handen naar het plafond. En je armen gekruist voor je borst. Weer naar voren. Open je armen. Kom terug. Kruis je armen. Naar voren. Been naar achter. Terug weer op. Kom naar voren. Hou hem daar even vast. Dan strek het been achter en de armen langs je lichaam. Neem je armen mee langs je oren naar voren. Dan gaat hij weer diep naar beneden. Handen aan de grond. Kin naar je borst. Lift je been op. Buig de knie van links. Trek je knie naar boven. Zet de voeten bij elkaar. Rol omhoog. Pak je 10 tenen naar boven. Rijk met je vingers omhoog. Kruis de armen voor de borst.
naar beneden toe, richting de grond. We gaan verder op de grond. Kom zitten in kleermaker zit. Rechterbeen is voor. Ga mooi rechtop zitten. Beide zitbeentjes op de grond. En we brengen de armen naar boven. Maak een lengte. Draai naar de rechterkant. Zet je hand aan weerszijde van je knie. En kom over het rechterbeen. Kin gaat naar je borst. Pak je voorste hand, je linker. Onder je buik, op je bovenbeen. En dieper naar beneden. Stretch ook voor de schoudergewricht. Adem terug op. En kom in het midden. Strek je armen weer uit. Maak een lengte. Schuine lijn naar voren. Duw je billen naar achter. Houd de rug recht. Zet je handen voor je neer. En adem uit. Breng je kin weer richting je borst. Neus naar vloer. Adem door je neus in. En bij het uitademen probeer je los te laten. Adem terug af. Wissel om. Linkerbeen naar voor. Maak je rug weer lang en recht. Open je schouders. Pak je twee armen naar boven. En nu draaien we naar de linkerkant. Zet je handen weerszijde van de knie en kom over het been heen. Kin naar je borst. Pak je voorste hand, de rechter. Onder de buik, over het bovenbeen. En ik probeer dieper naar voren te komen. Adem weer omhoog. We gaan de beide armen pakken. Maak je rug goed recht. Schuine lijn naar voren. Zet je handen voor aan de grond. En kom voorover. Adem uit. Kin richting de borstbeen. We ademen terug omhoog. Zet je voetzolen tegen elkaar. Knieën zijn naar buiten. Begin weer met op te strekken. Open je schouders. Maak een lengte in je armen omhoog. Schuine lijn te maken. Kom naar voren en probeer je knieën verder naar de grond te duwen. Open in de liesen. Zet je handen aan de grond. Kom verder naar voren. Kin naar je borst. We blijven voorover, maar we zetten de handen op de knieën. Duw je knieën naar beneden. Adem op. Strek de benen naar voren. En we maken een lengte omhoog. Strek je naar boven. De lengte in de armen. Kom weer in een schuine lijn naar voren. Plaats je handen bij je knieën. En kom voorover. Rol omhoog. Je mag je knieën buigen. We gaan naar de buikspieroefeningen. We beginnen rechtop. Voeten heupbreedte. Pak je handen vast. Maak een ronde rug. Dan gaan we tot de helft. Diep. En weer op. Tot de helft. En weer op. Let erop dat je rug mooi rond is. We gaan tot de helft en we blijven daar. Gaan we iets dieper. Naar beneden en weer terug. Verdiepen en weer terug. Verdiepen en weer terug. Verdiepen en we gaan helemaal naar de grond. Benen in de lucht. Twee benen samen richting de grond. En weer omhoog. Boven de grond en weer omhoog. Belangrijk was het midden van de rug. Duw je de grond in. Trek je navel in. Op. Armen zijn rustig en ontspannen op de grond. Let op, rechterbeen. Je gaat naar beneden en je wisselt je benen één voor één. Wil je wat lichter maken?
Breng dan je handen onder je billen. En dan kan je net eens beter die rug controleren. Vind je het nog iets te zwaar, buik je knieën. En tik met je tenen de grond aan. Let op, we gaan de knieën boven de buik brengen. We rollen naar boven. En we komen terug in onze beginpositie. Maak je rug weer rond, kantel je bekken. En je zit nu achter je zitbeenbordjes. Daar gaan we weer. Verdiepen en terug. Verdiepen en terug. Verdiepen en terug. Verdiepen en terug. Verdiepen en hou hem vast. Gaan we dieper naar beneden. Dieper. En weer half. Dieper. En weer half. Dieper. En weer half. We gaan diep naar beneden met je rug met meer benen in de lucht. Twee benen samen, laag. En terug. Kijk voor jezelf tot hoe laag jij wil gaan met de benen. Je rug is de leidraad. Die blijft op de grond. Let op, linkerbeen. En we wisselen. Probeer de benen samen te laten werken. Niet eerst de een en de ander, maar tegelijkertijd wisselen. Nou, oké, knieën bij elkaar. We gaan door met BBB, billen, buik. Bovenbenen. En we pakken ook de rug meteen mee. Kom maar op je knieën zitten. Oh, we gaan met het rechterbeen beginnen. Strek je been achteruit. En breng je tegenovergestelde hand voor aan de grond. Lift dan je armenbeen op. Eén lange rechte lijn. En probeer je blik naar de grond te houden. Trek je navel goed in en probeer je rug mooi recht te houden. Handen onder je schouders. Hou die lengte nog even vast. En dan trekken we de arm en been onder de buik. Kijk, en je rug wordt een beetje rond. Daar gaan we. Uitstrekken en terug weer in. Uitstrekken en terug weer in. Nog langzaam. Doe er nog eentje. Dan mag je tempo pakken. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. En hand aan de grond. Knie bij elkaar. Zij. 7. 6. 5. 4. 3. 2. En we houden hem even in de lucht. Kleine veertjes. Breng je knieën weer terug bij elkaar. Dus je andere kant aan de beurt. Linkerbeen. Tegenovergestelde arm. We liften ze weer op. En we maken weer die mooie lange lijn. Strek je voeten weg. Strek je arm door langs je oor. En trek je navel in. We zijn er bijna. En trek je belarm en knie onder je buik. Uitstrekken en weer in. Uitstrekken en weer in. Uitstrekken en weer in. Uitstrekken en weer in. Dan gaan we tempo. Uit. En uit. En uit. En doen er nog vier. Nou, hand aan de grond, knie bij elkaar. Opzij, op. En op. En op. Nog viermaal. Nou, houd hem hoog vast. Kleine veertjes. We brengen de knieën terug weer bij elkaar. We gaan de opzet maken voor de plank. Tenen naar achter. Navel in.
mag eventueel ook op je onderarmen. Kan ook als halve plank met de knieën aan de grond. Hou dan wel je bekken goed naar voren. En we houden nog even vast die plank. Dan mogen de knieën naar de grond. Je billen even naar achter, zodat je je onderrug kan ontspannen. Voorhoofd op de grond, onderarmen. Adem rustig door. Goed, we komen op één zijkant liggen. Maak je helemaal lang. Strek je uit. Leg je hoofd op je arm. Onderste been buigen we. Bovenste been gestrekt. Flex je voet. Arm komt voor je navel. Daar gaan we. Op. En op. En op. En op. Pak je knie. Je buigt hem. Draai de knie naar het plafond. En je maakt daar kleine veertjes. Mijn voet is nog steeds geflext. Let op. Schouder. Strek. En rustig laag. Schouder. Strek. En rustig laag. Schouder. Strek. En rustig laag. Schouder. Strek. We nemen 8 keer de high kick. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. En de laatste. En dan mag je omdraaien naar de andere kant. Kom je liggen in die lange lijn. Onderste been buigen, bovenste gestrekt. Hand weer voor je navel. Flex de voet. Dan gaat hij weer omhoog. Op en terug. Op en terug. Op en terug. Mag je de knie buigen. Draai je knie naar boven. En kleine veertjes richting je schouder. Daar gaan we weer. Schouder, strekken en rustig naar beneden. Schouder, strekken, rustig naar beneden. Schouder, strekken, rustig naar beneden. Schouder, strekken. Dan gaan we 8 keer de high kick. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. En je laatste. Breng je benen bij elkaar. Draai we naar de rug. Hele rug op de grond. Zet je voeten heupbreed uit elkaar. Armen zijn naast je lichaam. Gaan we hier verder. We gaan rustig naar wat stretches toe. We beginnen met een stretch voor je liezen. Je kantelt eerst je bekken. Je haalt je billen van de grond en je duwt je bekken helemaal naar boven. Draai de schouderbladen wat onder je en pak je handen onder in de rug. Duw het bekken dan naar boven en probeer te ontspannen in de liezen. Mag je weer loslaten. Rustig afrollen. Breng je knieën boven je buik. En maak je rug rond. Neus, knieën bij elkaar. En zet je voeten weer heupbreedte uit. Kantel je bekken. Lift je billen zo hoog op als je kunt. En je draait je schouderbladen onder je. Eventueel zou je de hakken van de grond kunnen halen. Handen weer onder in de rug. Duw je bekken naar boven met je handen. En probeer los te laten in de liezen. Handen weer terug. Hakken neer. En we rollen af. Maak je rug rond. Neus, kin bij elkaar. En rol helemaal omhoog. Gaan we zittend verder. Zet je rechterbeen over de linker. En strek je benen. Rechterarm omhoog. Gaan we naar de linkerkant. Onderarm gaat naar de grond en je buigt eroverheen. Kijk maar naar je hand. Let op, hè. Niet met je oor of je kin tegen je schouder. Lange hals. En terug. Kom voorover. Neus weer naar beneden.
Pak met je rechterhand, rechtervoet. Als je oprolt, open je benen opzij. Dat mag gebogen of gestrekt. Net wat jij het fijnste vindt. Houd hem even vast. En dan mag je het been op de grond leggen. Hand voor de knie. Neem maar mee. Twee handen richting de voet. We kijken eerst recht naar voren. En dan draai je met de neus naar de knie. Adem terug omhoog. En we wisselen om. We gaan de linker eroverheen zitten. Zorg dat je op je twee billen zit. Mooie lange rug. En dan gaan we de linkerarm pakken. Kom maar mee naar de rechterkant. Onderarm naar de grond. Lang in de hals. Niet tegen je schouder aan. Adem op. Adem naar voren. En pak nu met je linkerhand de linkervoet aan de binnenkant. Rol omhoog. En kijk hoe ver jij je been kan strekken. Mijn rug is lang en recht. Je mag je been neerleggen, hand ervoor. En dan gaat hij weer eroverheen. Eerst even voorkijken. En dan draaien, en dan draaien. En dan komt meteen de stretch meer over je rug heen. Adem terug omhoog. Strek even de benen naar voren. En adem uit. Kijk lekker naar voren. En dan probeer je de kruin richting de tenen te brengen. Als het kan, pak je voeten, je enkels of bij je kuiten. En je trekt nog meer je kruin richting je tenen. Maak lengte daar. En rol rustig op. Mag je op je rug komen liggen? En dan gaan we daar verder met de laatste stretch. Weer lekker op je rug. Hele rug op de grond. We beginnen bij de rechterbeen. Je trekt je knie boven je buik en je pakt het bovenbeen vast. Strek je been zo ver uit als het voor jou prettig aanvoelt. Eventueel mag je de knie ook gebogen houden als dat fijner aanvoelt. We gaan het andere been erbij strekken. Rustig over de grond. En je maakt een soort spagaat in de lucht daar. Breng je benen terug weer bij elkaar. Zet je rechtervoet neer. En we gaan met het linkerbeen boven je buik. Pak je bovenbeen vast. Hou vast als jij doorstrekt. Probeer zo ver mogelijk het been door te strekken, lengte te maken. En kan je niet helemaal strekken, dan hou je hem licht gebogen. We gaan het rechterbeen erbij strekken. Over de grond strek je hem weg. En je maakt lengte in beide benen. En we brengen ze weer samen. Terug naar je rechterbeen. Knie boven je buik. Je draait de knie open opzij. En je pakt vast in je knieholte. En je strekt dan het been opzij. Maar let wel, hè? Linkerkant van je lichaam moet op de grond blijven. Ook nu strekken we het linkerbeen weer weg. En probeer je in beide benen lengte te krijgen. En weer terugplaatsen. En naar de linkerkant. Knie boven je buik. Draai de knie naar buiten. Pak vast onder de knieholte. En strek je been uit richting je oor. Maar je ziet, de rechterkant blijft op de grond. Strek je rechterbeen erbij. Maak mooie lengte daar, beide benen. En terug weer bij elkaar plaatsen. Dan gaan de beide knieën pakken boven je buik. Strek ze uit. En dan probeer je ze iets meer naar je toe te halen, zonder dat je billen van de grond komen. Dat kan ook rustig met gebogen benen, net wat voor jou het fijnste aanvoelt. Je mag je knieën buigen, je voeten flexen en je pakt je voeten aan de binnenkant vast. Trek je knieën onder je oksels en duw je schouders en je billen extra de grond in.
hele rechte rug en je duwt tegen de achterkant van je voeten aan. En van hieruit strekken we de benen uit zo ver als dat je kan. Hou wel weer de billen op de grond, dus niet van de grond halen. Hou ze mooi daar en probeer de tenen richting de grond te duwen. Je mag een beetje wiebelen of veren, net wat jij fijn vindt. Breng je voeten terug achter je billen. Zet ze nu tegen elkaar aan. Open de knieën naar buiten, voetzolen tegen elkaar en laat je knieën naar buiten vallen. Houd bekken wel gekanteld, dus geen holle rug maken, maar duw naar beneden. Probeer te openen in de liezen. Je mag weer een beetje wiebelen, veren. Net wat voor jou het fijnste aanvoelt. Breng de knieën terug bij elkaar. Strek je benen uit. Breng je armen boven je hoofd. En maak even een lengte, strek je helemaal uit. Goed, ik hoop dat jullie lekker met mij hebben meegedaan. En ik maak volgende week weer een nieuw filmpje. Kunnen jullie weer met mij mee oefenen. Tot dan!